Hey YouTube, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Even een iets andere hoek dan normaal, want hoe ik normaal film is de belichting een beetje kloten. Deze belichting wil ook op zich niet super zijn. Maar hey, tijd voor een nieuwe review. Zondagavond. Lekker chill, lekker niks. En ik had zin in een mooi bier. En ik realiseerde me ineens dat op een livestream van een tijdje geleden met die session... West Coast IPA, heb ik eigenlijk al een tijdje geen echte review meer gefilmd van Eikenhard. Nou, een tijdje geleden samen met die West Coast IPA een paar andere bieren nog van Julian binnengekregen. Onder deze, Raspberry Chocolate Imperial Stout. Yeah. Raspberry Aged. Ik neem aan gebrouwen met, ik weet niet of die gebrouwen is met chocolade, had ik eigenlijk even eerst kunnen vragen aan Julian. 9%, flinke fles, een 75 centiliter als het goed is. Dus hier... kom ik de avond wel even mee door. Soms vind ik dat gewoon wel eens lekker, weet je. Dit zijn natuurlijk ook leuke bieren om te delen. Maar eigenlijk, ik heb niemand in mijn directe omgeving die van dit soort bieren houdt. Dus ik had zoiets van, ja, weet je wat. In plaats van dat ik nou op één avond twee of drie bieren lekker van geniet, kan ik ook gewoon zeggen, ik pak er dus één hele mooie grote fles en ga er gewoon lekker een tijdje voor zitten. Nou, Julian Eikenhard dus. Brouwerij Eikenhard. Julian, ik ken die jongen nou bijna een jaar. En echt een fantastische vent. Ik heb hem nou een paar keer in het echt ontmoet. Timmert flink aan de weg. Zijn bieren zijn ook tegenwoordig bij enkele slijterijen te koop. Ik dacht dat Bierloos 22 ze had, als ik me niet vergis. En af en toe is hij ook wel eens in gesprek met nog andere plekken. Dus ik hoop dat Eikenhard binnenkort nog wat meer beschikbaar gaat worden. Maar ja, de bieren die ik meestal van hem drink, dat zijn toch inderdaad dingen als quadruples, barley wines en inderdaad stouts. Dat zijn bierstijl waar hij toch echt heel goed mee om kan gaan. Ook al maakt hij dus echt een hele mooie session IPA. En er komt binnenkort ook nog een saison IPA. Een saison IPA. Oftewel een IPA, maar met een saisongist. Heel benieuwd hoe dat gaat worden. Maar we gaan het dan gewoon eerst eens even hebben over deze grote, flinke knaap. Die ik om... toch even voorzichtig open. Want, nee, gaat helemaal goed. Ik weet niet waarom ik het zo voorzichtig doe. Daarom... Daar zijn we weer met een iets natter etiket. Kleine gusher. Daarom deed ik hem ook zo voorzichtig over. Ik had een klein beetje een vermoeden. Niet om iets negatiefs of zo. Maar het is een bier met raspberry. Met frambozen. En dat kan soms door de suikers die in het fruit zitten. En de gisten kan er natuurlijk wat extra vergisting plaatsvinden. Waardoor er een beetje een gusher kan komen. Nou, dat kan een keer gebeuren. Daarom zijn we natuurlijk altijd heel voorzichtig. En het viel allemaal nog reuze mee. Ik heb ze wel eens heel wat erger gehad. We schenken hem gewoon mooi voorzichtig in. Kijk eens, kijk. Nou, super gitzwart bier. Met een hele mooie, stevige, dikke... Ja, dit ziet er bijna uit als chocolademelk schuinkraag. Ja, voor jullie ziet het er misschien wat grijzig een beetje uit. Maar voor mij, hij is echt hartstikke mooi donker. Het ziet er echt super uit. Er komt eigenlijk geen licht door. Heel klein rood randje misschien onderaan. Maar inderdaad gewoon wat je verwacht van een dikke Imperial Stout. Ziet er gewoon helemaal super goed uit. We gaan eens even naar de neus. Ja, bomvol van die framboos, van die raspberry. Je geeft het samen met een chocoladenoot die er ook al mooi doorkomt. Met inderdaad mooie bittere geroosterde mout. Hij ligt een verstopte neus, sorry. Ja, hij is echt een bom vol van chocolade en sowieso een beetje een hint van andere rood fruit, maar inderdaad voornamelijk heel veel framboos. Maar dat licht zuurige ervan, wat ik heel erg mooi vind passen in deze stijl, hoor. Ruikt gewoon al ontzettend lekker. Ik stel voor de wissers even naar de smaak gaan nu. Proost! Oh ja. Wauw. Zo lekker dat ik echt meteen hier voor een tweede slok ga. Er zit iets assigs. In de achtergrond.
alsof de gerookte mout gebruikt kan zijn. Eigenlijk weet ik dat dus niet 100% zeker. Dat had ik ook nog eens even moeten vragen aan Julian. Er gaat echt nog wel wat meer informatie komen onderin de omschrijvingbox. Het heeft iets van... kan ook van bepaalde diep gebrande geroosterde mout zijn. Dat het iets assigs heeft. Mooi in de finish. Mooi klein onderdeel van. Bitter van de geroosterde mout in de chocola. Super lekker. En inderdaad, die het fruitige zoete, maar ook dat fruitig zuurige van die framboos, die snijdt er heel mooi doorheen. Het maakt het een heel bijzonder, apart bier. Ik hou hiervan. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, dit is net niet mijn ding. Maar daar hou ik wel van bij Julian, want die durft gewoon ook echt hele gekke aparte dingen te brouwen. Voor beginnende brouwers is het vaak zo leuk om te zeggen, oh, we gaan voor een blond, we gaan voor een triple, want daar krijgen we het publiek mee. Iedereen houdt van een blond, iedereen houdt van een triple. Dus dat gaan we gewoon brouwen, daar krijgen we naamsbekendheid mee. En daar gaat het Julian niet om. Het gaat Julian om de bieren brouwen die hij lekker vindt, waarvan hij zegt, dit zijn leuke dingen, dit wil ik graag doen. En dan krijg je dus bieren zoals dit. Hij lagert dan zo'n bier voor een tijdje op bijvoorbeeld een fruit. En dan zeker zo'n raspberry. Dat knalt er dan op zo'n bijzondere manier door zo'n dikke stout. Waardoor hij ontzettend drinkbaar wordt. Want dat is het hem. Hij is 9%. En je wil bijna slok na slok nemen. Om die unieke bijzondere smaken maar te blijven ervaren. En dat verfrissende zuurtje dat erin zit van die framboos. Die maakt de smaak bijzonder. Maar verfrist ook meteen het palet. Dat dus in plaats van dat je dan... want daarom denk ik ook dat je een fles als dit makkelijk in je eentje weg kan krijgen. Soms heb je van die Imperial Stout dat je echt zeg maar zo'n halve fles in je eentje. Dat je zegt, nee, dat is veel te veel van bepaalde smaken. Het is heftig, het is dik, het is zoet. Dat fris zuurige, dat snijdt er meteen mooi doorheen. En dat maakt hem dan weer zo leuk. Want... heel veel proeverij bijvoorbeeld, waar zeker waar heel veel dikke blubby jetsers zouden zijn, wordt wel eens zuurbier tussendoor geserveerd. Een mooie geuze of iets dergelijks. Lichte, verfrissende geuzes die dan mooie palet weer een beetje op nul zetten. En dat doet dit ding tegelijk tijdens het drinken. Intussentijd blijft er nog echt wel veel meer in te ontdekken dan alleen dat zuurige fruit. De chocolade maakt het een beetje richting een dessertbier. Zonder dat hij te overweldigend zoet is. Wat je bij sommige van die dessert beers wel eens ziet. En dat licht rokerige assige in de achtergrond. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Wederom een heel mooi subtiel zuurtje. Of nou ja, subtiel. In de finish is die subtiel. In de smaak is die echt heel goed aanwezig. Framboos, een mooie framboos, die is niet gewoon alleen zoet. Die heeft inderdaad een lekker zuurtje erin, vind ik. En dat maakt dit bier dus, ja, voor mij echt wel een klein beetje een toppertje. Zoals ik ook eigenlijk wel verwacht had van Julian. En ja, ik weet het jongens, ik heb het vaak over Eikhart. Ik heb het vaak over onze grote vriend. Ik draai even de fles een beetje bij. Maar dat komt gewoon omdat ik vind, die jongen die verdient ook echt een beetje de spotlight wat dit betreft. Hij maakt gewoon zulke bijzondere leuke bieren. En ik... ja, ben ik er een beetje schuldig aan? Heb ik hem misschien geprobeerd te promoten? Ja, ik kan me voorstellen dat dat zo overkomt. Maar voornamelijk niet omdat ik het hem als, ja, ook hem als persoon wil gun. Maar ik gun het gewoon dat zijn bier de naam krijgt. Niet zozeer dat mensen dan alleen maar over Julian praten, maar over zijn bieren. Want die, toen we in Amersfoort, Arnhem waren tijdens het Mout Bierfestival... hebben een paar mensen wat van zijn bieren geproefd. En iedereen was gewoon onder de indruk. Iedereen was zo ontzettend onder de indruk. Voornamelijk van zijn Session IPA. Een van de weinige bieren waarvan ik echt zoiets had van... op zo'n festival waar hij als brouwer eigenlijk niet eens was. Gewoon als gast. Was het er echt een van de uitspringers. En er waren een paar mensen die dat gewoon vonden. En als je dan zo'n bier hebt. Dat je een Session IPA van 3,5% weet te brouwen. Die zoveel smaak, maar ook zo'n mooi body weet te ontwikkelen. Ja, dan heb je een product waarvan ik denk, andere mensen moeten dit product leren kennen. Dus het gaat hier niet om Julian zelf, het gaat hier gewoon om dit bier. Het gaat om zijn andere bier. Dat vind ik gewoon inderdaad, nou, als ik een beetje kan helpen om dat een beetje een bekendheid te geven, ja, doe ik dat graag. En ja, nou ja, goed. Hoe dat overkomt, dat kan misschien voor sommige mensen een beetje promoten zijn. Ja, pak ik wat andere mensen ervan willen denken, dat kan. Ik weet wat ik ervan denk en ik weet dat ik dit een verdomd lekker bier vind. En ik geef hem echt gewoon een dikke 4.
uit 5. Ik vind dit gewoon echt uniek. En ik vind het jammer dat ik eigenlijk niet even iemand hier nu heb om dit mee te delen. Want ik had zo graag willen zien hoe mensen hierop zouden reageren. Voor mij gewoon echt weer een toppertje. Diep geroosterde, gebrande smaken van die mouten. Maar tegelijk ook zo verfrissend. Ja, echt weer een uniek bier. Ik hou hiervan. Dikke 4, richting de 4,25. De fles is flink, dus ik laat hem nog een tijdje ontwikkelen. Je ziet hoe die op een tap verschijnt. Heeft wel wat trouwens, dat het bier dus helemaal over het etiket is gegaan. Het ziet er echt uit alsof die fles echt al een hele tijd ergens gestaan heeft. En mooi aan het vervagen is geweest. Ik ga hier nog even lekker van doorgenieten. Ik ga even Netflix aanzetten. Lekker voor een mooie film kijken. En met een mooi bier erbij. Want dat was hem eigenlijk wel voor deze review. Ik zou zeggen, like de video. Vond je de video heel erg leuk? Abonneer op mijn kanaal. Laat wat feedback achter. Ik weet dat sommige van de mensen die hier naar kijken Brouwerij Eikenhard vaak geprobeerd hebben. Ik ben benieuwd of jullie deze al eens gehad hebben en wat jullie ervan vinden. Als je nou geïnteresseerd bent in Brouwerij Eikenhard, als ik het niet vergeet, zet ik even een link naar zijn Instagram onderaan de video. En anders moet je gewoon even naar Brouwerij Eikenhard zoeken op Instagram. Vind je hem ook wel. Dan kun je eventueel in contact met hem komen als je zoiets hebt van, joh Julian, ik ben toch wel heel benieuwd naar jouw bier. Dan kan ik wel bij je bestellen. Echt, ga ervoor. Probeer eens een verscheidenheid van zijn bieren, want er is zoveel moois te ontdekken. Echt, gewoon lekker. Oké, genoeg gezeik, genoeg gepromoot, genoeg reclame gemaakt. Leuk stukje op programma Kassa laatst, over dat hele gedoe over influencers en dergelijke. Nou ben ik geen beer-influencer. Ik heb een hekel aan mensen die zichzelf een beer-influencer of een beer-fluencer of social influencers. Fuck it, het gaat niet om... Dat is gewoon, wow, kijk naar mijn aandacht. Daar gaat het niet om. Het gaat om dit. Daar gaat het om. Het gaat om het product. Daar doen we reviews voor. Niet om een beetje rond te lopen met, hoehoe, kijk mij. Nee, omdat we gewoon gek zijn op een bepaald product. En daar willen we gewoon graag over praten. That's it. Beer and the community. But anyway, kun je in contact met hem komen. Kun je wat bestellen. Kun je zijn producten leren kennen. En... Nou. Onder in de omschrijvingbox vind je dan ook links naar mijn Instagram, mijn aantrijf van mijn Facebookpagina. Dan zie je bieren die ik niet review, wel het een en ander over te vertellen heb. En dat was het wel voor deze review. Tot de volgende keer. Proost!